Hallo, welkom. Mijn naam is Bijen Jamie en ik ben de oprichter van de Yoga Power Studio te Gistel. Samen met jullie wil ik vandaag een restauratieve reeks gaan doorlopen. Het is een beetje een yin-yoga vorm. Het is ook waarschijnlijk een yin-yoga reeks. En wat doet dit dan? We gaan een paar houdingen, asana's, comfortabele, stabiele houdingen, aanhouden voor enkele minuten. Waardoor we ons parasympathisch zenuwstelsel activeren. En op deze manier kunnen we tot heel diep, tot in de kern van cellen, gaan herstellen. Ja? Dus vooral ook mensen die heel zenuwachtig zijn, of die ziek zijn, of aan het herstellen zijn, kunnen zeker deze reeks doen, elke dag. Oké, goed. We gaan starten. Wat heb je nodig? Een blok of een dik boek. Een dekentje opgerold. Ja. En een meditatiekussen. Als je geen meditatiekussen hebt, dan neem je maar een deken dat je ook heel dik oprolt. Goed, we gaan beginnen. We gaan ons eerst neerleggen op de rug. We gaan een omgekeerde schouderstand doen. Ik doe daarmee een aangepaste schouderstand. Dus dan gaan we hier even allemaal wegdoen. Goed. Dus je neemt dat meditatiekussen bij jou. Als je het niet comfortabel vindt om dat meditatiekussen te gebruiken, kan je ook altijd de benen tegen de muur gaan plaatsen. Dus we steken het meditatiekussen onder de heupen en de onderrug. En we brengen de benen zacht omhoog. De handpalmen wijzen naar het plafond. Dus als je dit zwaar vindt voor de onderrug, met het kussen, dan ga je gewoon tegen de muur aan liggen en draai je de benen tegen de muur. Ja. Je voelt ook hoe jouw lichaam verplicht wordt om te rusten, om dieper te ontspannen in deze asana. Dus de Viparita Karina Mudra, een ondersteunende schouderstand. Dus het is ook heel interessant voor mensen die veel recht staan of veel moeten gaan weerlopen op het werk. Verminder ook wat water uit de enkels of uit de voeten, pak dat je een lange reis hebt gedaan. In de auto of met de vlieger. Of gewoon omdat je er zin in hebt. Je hebt geen excuus nodig om goed te zorgen voor jezelf. Dus het is ook heel belangrijk dat je je nu toch wel bewust wordt van wat er allemaal gebeurt in jouw lichaam. Proberen hier dus mindful te worden, of tempa. Dat wil gewoon zeggen dat we ons herinneren wat we aan het doen zijn. Dus dat we uit onze gedachten komen, uit die gedachtenstroom die toch altijd maar 24 op 24 doormaalt. En dat is heel menselijk, het hoort bij het mens zijn. Maar als je dus focust op je lichaam, op je ademhaling, dan kan je eventjes loskomen uit die gedachtenstroom. Dat noemen we dan ook meditatie, om volledig in het hier en nu gefocust te zijn op bijvoorbeeld de ademhaling. Je kan dus ook voelen hoe die buik zacht op en neer gaat.
die koude lucht langs je beide neusgaten naar binnen stroomt. En als je uitademt, dan voel je die warme lucht door beide neusgaten terug naar buiten gaan. Goed, we plooien de benen terug, plaatsen de voeten op de mat. We doen het meditatiekussen weg. Goed, en we blijven eventjes, een paar secondjes, in een lijkhouding liggen. Shavasana. En word je nu bewust van de sensaties in jouw lichaam. Je kan misschien koude voelen in de onderrug. Tintelingen in de voeten. Het is gewoon onze energie die stroomt. Goed, je draait je even op je zijde. Je duwt jezelf voorzichtig rechtop. We nemen het meditatiekussen. We plaatsen het hier bovenaan. En je neemt je blokje of je dekboek. Je plaatst dat blokje, een hand, achter het meditatiekussen. We gaan met onze rug tegen het meditatiekussen gaan zitten. En we nemen ook de deken. We gaan de voetzolen tegen elkaar plaatsen. We maken een Baddha Konasana, een vlinder. Ja. En we gaan nu dat deken gebruiken om ons te ondersteunen. Dus je plaatst dat deken op de voeten. En je draait die buitenkantjes onder de enkels. Dat geeft wel ondersteuning. We gaan onze rug op het meditatiekussen plaatsen. Je neemt de blok. Je zorgt ervoor dat de blok mooi recht staat. En dat je comfortabel ligt. Dat is het belangrijkste. Dus we gaan de handpalmen terug naar het plafond brengen. Handpalmen wijzen naar het plafond. En je heeft je terug over aan de asana. Hier openen we ons hart. Maar niet enkel ons hart. Onze thymus wordt hier geactiveerd, in balans gebracht. Onze thymus zorgt voor ons afweersysteem. Dus je voelt hoe jouw lichaam zich overgeeft aan de zwaartekracht van onze moeder aarde. Je screent je body, dus je scant je lichaam af op spanningen. Onderzoek van kop tot teen waar je spanning kan loslaten. Je voelt hoe je lichaam zwaarder wordt. Nu zijn we ons parasympathisch zenuwstelsel aan het activeren. Die is al geactiveerd van de vorige asana. Het is zo belangrijk voor ons mensen, ook voor dieren, dat er een evenwicht is tussen ons sympathisch, het is ons actief zenuwstelsel waarin we vechten of vluchten, gewoon stress hebben. En aan de andere kant is het parasympathisch zenuwstelsel die zorgt voor de ontspanning en de vertering en de heling van ons lichaam, van onze cellen.
Het is van levensbelang om deze twee in evenwicht te brengen. Zoals je hele dag hebt gewerkt, stress ervaren hebt in het verkeer, kinderen die naar de school moeten of overal naartoe moeten gebracht worden. Ik hoef er geen tekening bij te maken, jullie weten perfect wat voor stress het leven jullie kan geven. Het is allemaal oké, dat hoort wel bij het leven. Maar zorg er dan alsjeblieft voor dat jouw parasympathisch zenuwstelsel ook geactiveerd wordt. En dat doe je dan door te mediteren, door ademhalingsoefeningen te doen, pranayama, of door yoga te doen. In dit geval een restauratieve yoga, ook wel yin yoga genoemd. Observeer nu maar eens je lichaam, wat er allemaal gebeurt. Hoe heerlijk het voelt om je echt volledig diep te ontspannen. Het is iets anders dan tv kijken of een boek te lezen of naar muziek te luisteren, want dan zijn we ook terug actief bezig. Nu zijn we volledig ontspannen in het hier en het nu. Goed, rol je nu voorzichtig af, terug naar je linkerkant of naar je rechterkant, wat voor jou het comfortabelste is. En je duwt jezelf terug rechtop. We doen het dekentje weg. We houden de blok voor ons. Oké. Je gaat met je linkerheup tegen je meditatiekussen gaan zitten. En je ruitenwissert de benen. Ja, dus je zorgt ervoor dat je straks mooi kan ruitenwisselen. Goed? Oké. Okay. Misschien heb je liever die deken, is zachter, dus kies gewoon voor jezelf wat dat je leuk vindt. Zo. Goed. Dus onze linkerheup ligt tegen het meditatiekussen. Vingertoppen liggen onderaan aan je kussen. Je ademt in, je maakt je super lang. Je draait je bij de uitademhaling met je hart naar je kussen. Heel belangrijk is met de uitademhaling. En je plaatst je buik op je kussen. Je hart in principe, dus je brengt je hart naar je kussen. En je brengt je voorhoofd op je dekentje. Kijk wat het voor jou aangenaamste is. Hoe je dat het beste kan in orde brengen voor jezelf. Als je dus een mindere twist wil, dan breng je het hoofd naar de linkerkant of naar het midden. Of als je een diepere twist wil, dan breng je het hoofd helemaal doorgedraaid naar de linkerkant. En ik was gemist, dit is dus de rechterkant. Goed, oké. Je geeft je terug volledig over aan deze asana. Blijf terug in het hier en nu, dus je blijft bij de ademhaling. Je schouders zijn ontspannen, je gezicht is ontspannen, je haar is ontspannen, je bekken is ontspannen, je ingewanden zijn ontspannen. Je benen zijn ontspannen.
voeten zijn ook ontspannen, je vingers zo. Voel ook wat er gebeurt in de onderrug als je inademt. Breng je ontspanning in die onderrug en als je uitademt, dan komt alles terug in ontspanning. Brengt je handen terug onder de schouders en je duwt jezelf voorzichtig terug rechtop. Je blijft in die zachte staat, dus je wint je niet op. Je blijft gewoon zachtjes en je ruitenwissert de benen naar de andere kant. Dus nu heb je de rechterheup tegen het meditatiekussen. De vingertoppen naast het meditatiekussen. Je ademt in, je maakt je super lang. Je ademt uit, je draait je hart naar je kussen en je plaatst je hart op je kussen. Je zorgt ervoor dat je comfortabel bent met je hoofd, dus je draait het hoofd naar waar het voor jou het beste uitkomt. Je geeft je terug volledig over aan de zwaartekracht van onze moeder aarde. Laat je gewoon ontspannen. Dit is zelfliefde, zelfcompassie. Geen compassie van medelijden, maar compassie van mededogen. Liefde voor jezelf, zoals je ook anderen lief hebt. Je lichaam heeft dit nodig, zoals je lichaam voeding nodig heeft. En water nodig heeft. Als je deze reeks regelmatig zou doen, dan zou je echt voelen dat je lichaam zich gezonder voelt. Je zal ook merken dat je minder snel ziek wordt, dat je die verkoudheden gewoon overwint door die rust te geven aan je lichaam. Het is echt helend voor je lichaam. Kan hier ook ontstekingen mee verminderen in het lichaam. Gewoon door dit parasympathisch zenuwstelsel te activeren. En ook door de asanas, zoals nu, geven we onze organen in de buik een diepe twist. Waardoor we, als we straks de asana terug loslaten, dan ontwisten we terug. Dan detoxen, ontgiften we de organen. Kan er ook nieuw bloed met nieuwe voeding door de organen stromen. Dus let ook op dat je spanning voelt in de schouders misschien. Overloop terug, gans het lichaam. Laat maar al die spanning los. Het is het enige momentje voor jou. Maak echt tijd vrij voor jezelf. Zo ga je soepelder door het leven. Zo stroomt de levensenergie terug door jouw lichaam. Maar ook door jouw geest, door jouw gedachten. Gun dit voor jezelf. Dit is noodzakelijk. Dit is echt noodzakelijk voor je lichaam. Voor jezelf.
er zou veel minder ruzie zijn. Veel minder miserie zijn, moest iedereen een beetje meer kunnen dieper ontspannen. Waardoor ons lichaam kan helen. Waardoor we ruimte creëren voor positieve energie. Dat de positieve energie terug kan stromen door ons. Dat we simpelweg gewoon gelukkig en gezond zijn. En je brengt je handen onder de schouders. En je duwt jezelf zachtjes terug rechtop. We maken een beetje plaats vrij. En we nemen eventjes het blokje of het boekje, of dat kan eventueel ook een deken zijn, dat hoeft niet veel te zijn. En je legt op de rug. Je brengt dat blokje eventjes terug onder het bekken of het deken. Het hoeft eigenlijk niet veel te zijn, een klein beetje maar. Goed. Je brengt je rechterknie naar je borst. Zachtjes hoor, niet veel hoor, gewoon zachtjes. We blijven hier eventjes. Dus ontspan je ook maar, geen spanning in het lichaam. Dus je blijft in die heerlijk ontspannende energie. Je blijft bij de adem. En we wisselen gewoon van benen. Dus breng eerst je rechterbeen naar beneden. En dan breng je je linkerknie. Voorzichtig naar de borst, niet veel, zachtjes. Je blijft zalig doorademen. Observeer die rustige, ontspannende energie in je lichaam. En weet dat je je altijd zo kan voelen. Als je er zelf voor kiest om je zo te voelen. Het leven is vol keuzes. Jij kiest wat je niet doet met je leven. Breng je benen samen, voeten samen. Breng je nog eventjes zo liggen, eventjes. Ontspan. Weet dat jij kan kiezen hoe jouw mentale staat is of hoe jouw lichaam jou voelt. Jij kan zelf kiezen om je ontspannen te voelen in een stresssituatie. Je mag het blokje wegdoen. Breng een meditatiekus nog een dekentje onder je kniehoogtes. We gaan naar de laatste, Shavasana, lijkhouding. Hoe kan je nu beslissen om jouw energie te veranderen in bijvoorbeeld een stresssituatie? Neem nu de file of het drukke verkeer. In plaats van je te ergeren aan andere chauffeurs of aan rode lichten of tijdsgebrek, keer even terug naar jouw ademhaling. Gewoon simpel inademen en uitademen, maar met jouw volledige aandacht bij jouw inademing en bij je uitademing. En observeer maar eens wat er dan gebeurt met de realiteit. Omgeving, met hoe jij denkt, hoe jij jou voelt. Laat het leven, laat de energie gewoon stromen door je lichaam, je geest. Gewoon door bewust te ademen. Word gewoon bewust.
draait voorzichtig op je zijde. En je duwt jezelf rechtop, zachtjes, zachtjes, zachtjes. We blijven in deze staat. Je gaat je gewoon comfortabel gaan zetten. Wat voor jou aangenaam is. We gaan eventjes samen gewoon navoelen wat deze reeks nu met ons lichaam en onze geest heeft gedaan. Aard je ook, dus je verbindt je met je moeder aarde. Visualiseer hoe er wortels vanuit jouw zitvlak, vanuit jouw zitbotten en staartbeen groeien en je ankert je vast in onze moeder aarde. Laat ze stevig doorgroeien tot in de kern. Voel hoe je rechter komt te zitten. En als je inademt, dan visualiseer je dat er positieve energie binnenstroomt. En als je uitademt, dan stuur je die negatieve energie naar beneden. Moeder Aarde kan deze energie transformeren in licht en positiviteit. Dus wees ook alsjeblieft dankbaar voor Moeder Aarde. Zij heeft ons de bomen die wij nodig hebben om zuurstof te nemen. Word je bewust van Moeder Aarde. Word je bewust van de wereld om je heen, van de mensen om je heen. Laat je handpalmen tegen elkaar, ter hoogte van je hart. Hef je hart op. Voel de vrede, de liefde. Buig je hoofd. Namaste. Ik groet het licht in jou. Ik hou van jullie. Tot binnenkort in de yoga studio. Hopelijk. Maar we zijn bij elkaar. Ik wens jullie een gelukkig nieuwjaar. Vol vreugde, vrede, liefde en een stralende gezondheid. En vooral bewustzijn. Yeah.